Jasper, dit is je eerste keer dat je in Azië bent. Wat vind je ervan? Ik vind de eerste indruk vind ik geweldig. Vooral Japan. Iedereen is zeer gastvrij. Dus ik vind het echt heel mooi om mee te maken. Na het beginnen van het weekend de wedstrijden hier. Wat verwacht je daarvan? Allereerst ben ik heel blij dat ik mag rijden. Ik ging mee als reserve en zo stond ik er ook in. En gisteren kreeg ik definitief te horen dat ik mocht rijden. Als je naar de hal kijkt, dan is het alleen maar mooi dat je daar ook mag starten. Want het is een geweldige hal. Het is goed ijs. En ik voel me ook goed. Dus ik heb er ongelooflijk veel zin in. Daarna ga je door naar China. Hoe zie je dat? Ik heb wel een en al verhalen gehoord. En het schijnt nog een cultuurshock te zijn. Dus ik laat het allemaal lekker op me afkomen. Ik ben benieuwd. Het schijnt nogal wat asocialer te zijn dan hier. Dus dat zien we wel. Dus hier toch niet asociaal? Nee, hier absoluut niet. We zijn heel netjes voor elkaar allemaal. Hè? Ja, absoluut. Mijn badkamerdeur zat vast. Ze buigen vaker dan dat ze in principe dankjewel zeggen. Maar dat is allemaal zeer tip-top voor elkaar.